Nou, vandaag laten we de camper hier staan en we gaan naar Sylves. We gaan een special maken over Sylves. Wat is hier nou zo leuk dat zoveel Britten hier gaan wonen? Allora, gaan we uitzoeken. We gaan. En weer of geen weer, want het regent nu. Er wordt gedanst. De slimmerikken hebben een overkapping gevonden. Oeps. Ik wilde even de overkapping laten zien, zodat zo doen wat stabieler. En er wordt lekker gedanst. Wat een vrolijkheid. Zo, de mannen gaan aan de koffie en ik ga onderweg met de twee Engelse dames. En wij gaan op zoek naar meubels. We zijn dus met autootje Fifi zijn we dus naar een of andere warehouse en daar wordt dus ja eigenlijk een soort Portugese brocanterie en er wordt dus hier van alles verkocht en daar gaan we eens heel even binnenkijken. Ja, vandaag laten we de camper hier staan en we gaan naar Sylves. We gaan een special maken over Sylves. Wat is hier nou zo leuk dat zoveel Britten hier gaan wonen? Allora. Gaan we uitzoeken. We gaan. Een heel leuk stadje. Ja. Leuk stadje? Ja, je kan er goed mee wonen. Het is wel mooi. Toeristisch. Ja. We hadden dit al vaker gezien. In dit stadje zijn alle elektriciteitskasten vrolijk beschilderd. Ik weet niet meer precies waar we dat gezien hebben. Kijk, daar ging ze er weer heen. Even inzoomen. Daar weer heen. Hier zie je er weer twee. Dat is één. Dat is twee. Heel vrolijk. Prachtig bloemenwinkeltje. Ja. En daar zijn ze dan. Daar gaan wij van smullen. Heerlijk. Nou, de professionele opinie. Pastel de nata. Lekker, yes.
lunchtijd in Silves. Wij gaan aan de witte sangria in Portugal. Hè? Hoe vind je dat? Ik vind het er apart uitzien. Ja. Obrigada. It's raining. Yeah, it's raining. Oh. Dan zeg ik cheers. Proost. Cheers. Salut. Salut. Oh, it smells very orangey. It's yellow orange squash. Nou wilde ik eigenlijk filmen dat we ook aan het, dat het eten krijgen en dergelijke, maar het was zo lekker. Heerlijk. Lekker. Mexicaans eten in Portugal op terras. En ik had Italiaans. Italiaans en sangria. En Spaanse sangria. Ja. Ja. We hebben even een stadje bekeken. Ja. Nu gaan we een... geocache zoeken. Ja, alweer. Je moet weer bij een windmolen liggen. Ja, en, we zijn Hollanders of niet, hè? Hollanders. Dus we lopen achter onze gids aan. Ja. En we zijn op zoek naar de windmolen. Krijgen jullie zo te zien. Geocache die moet daar in de verte, daar bij die windmolen liggen. Dus we hebben nog een hele heuvel te klimmen zo. En dan ligt daar in de verte het kasteel van Silves. Mooi gezicht. En wij lopen hier verder naar boven. Deze berg moeten wij op. Geen idee nog waar het pad naartoe gaat, zo te zien die kant op. Prachtige omgeving eigenlijk. Nou, halverwege de heuvel. Prachtige lucht. Je kunt nog net daar het kasteel zien achter het hekwerk. In principe kan hij naar boven klimmen. Best wel een beetje steil, of niet? En daarboven is de molen waar de geocache moet liggen. En hoe stijl is het? Het is echt stijl. Ik sta nu nog geen meter bij jou vandaan. Ja. En ik kijk gewoon echt ruim over jou heen. Geweldig. Het is echt heel stijl. Maar het is ook een prachtig uitzicht. En daar in de verte nogmaals het kasteel van Silves. En dit is het uitzicht aan de andere kant van de molen. Veel wind. Vandaar het windmolen. Zoeken. We found it. We hebben het gevonden. Piep, 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 piep. Hier is die. Ja, dan gaan we eens even loggen. Het is hetzelfde soort flesje als de vorige. Ja. Er zitten meerdere logboekjes in. Nou, cool. Dus, show it to Miranda, because she's never done it before. See, there's little names. Yeah, you can put your name or whatever you want on it. Even voor het beeld, ze staat wel wat hoger, anders lijkt ze heel groot. Maar ze is wel groot, maar niet zo heel groot. Ja, precies. Last was in time, on the 4th of April. And today is 9, I think, right? Or 10? Yeah. 11, 8, 12.
I'm on all that from what day is. Yeah. We gaan hem loggen. We gaan hem loggen, ja. Signed by Kemperdau at YouTube. Kemperdau at YouTube. Number 2. En vanaf, even pennen. Vanaf hier, vanaf de windmolen, is dit het zicht op Silves met het kasteel. Even inzoomen, daar is het. Het is een leuk stadje. Echt leuk. Met mooie uitzichten vanaf hierboven. En na het vinden van de geocache gaan we terug naar Silves. Het is niet mijn gewoonte om in een toilet te filmen, maar dit is wel zo geweldig. Kijk nou, dit is de wastafel. En het herentoilet, opengezaagde biervaten. Nou, dit is wel helemaal super. Geweldig. En alles hier is oud, vintage. Ik ga niet in het dames toilet filmen, want ik weet niet wat ik eraan tref. Yeah, Brigitte probeert haar nieuwe outfit. Hey, you look Japanese. En hoe leuk is dan de ingang van zo'n overdekte markt? Echt wel heel erg leuk. We zijn een beetje laat, er zijn nu geen activiteiten, maar hier wordt normaal dan de vis schoongemaakt. In de overdekte markt. Hij is niet zo heel groot en aan de andere kant zie je dan pepertjes, verse groenten en fruit. Dat is wel interessant, die hete pepertjes. Ja, ik zou ze liever gemalen hebben. Hè? Brood, kijk, pastel nata. Koekjes. Het zit er allemaal. Oeps, mijn jas in beeld, sorry. Voor als het later vandaag koud wordt. De winkeltjes hebben ook de achterkant hier op de markt. Hier is zelfgemaakt punnikspul. Het ziet er leuk uit. Wat heb je, een grote sinaasappel? Mooi, hè? Mooi ding. Nou, hier nog meer verse groenten, noten. Het is vrij rustig. Ik denk dat we tegen het einde zijn nu. Het is allemaal, tenminste, een beetje leeg. Plantjes zelfs. Noten, uien, sinaasappeltjes, mandarijntjes. Oeh, kijk eens wat lekker. Hele dikke druiven. Moet je kijken wat een dikke druiven dat zijn. Daar nog meer groenten en hier nog zo'n lege visbak. Maar geloof me, het is nog steeds te ruiken. Wat is het voor een winkeltje? Een soort ferreterie, ik weet alleen niet. Oké. Kijk wat mooi dat tegel is. Ik weet dus niet de Portugese naam, maar. Ze hebben wel van alles hier. Als je dus wat nodig hebt aan draadjes of wat dan ook. Ah, oké. Daar zitten we dan. We zijn eigenlijk uitgenodigd voor een barbecue. Maar we gaan eerst even voorneuten. Ja. Neuten, mensen. Neuten, ja, met een T. Met een T, ja. Proost. Proost.
En dan gaan we even een lekker voorgerechtje nemen zo. En daarna gaan we naar de barbecue. Ja. Bij Sam en Mike. En daar zitten we dus. We hadden wel één dingetje kunnen nemen, maar ja, we hebben ook nog wat anders besteld. En dan zitten we hier en we zitten zo eens om ons heen te kijken, een beetje te kletsen. En moeten jullie kijken. Daarboven. Dan ga ik even inzoomen. Ik kan dat natuurlijk niet zo goed als dat Ruud dat kan, maar ik ga wel mijn best doen. Kijk. Ik ga kijken of ik nog dichterbij kan komen. Wie zit daar gewoon bovenop het gebouw? Dat is wel een windmolen wat ernaast houdt. Ja. Zouden ze een windscherm hebben gemaakt voor hun nest? Ja. Geweldig. Geweldig toch? Ik ga even terug. Joep. Hoe is de ham? Wat hebben wij het toch asociaal, maar luxe goed. Proost. Een rot leven. Een rot leven, dat is het. Het is woensdag. Het is weer woensdag. Het is weer woensdag en we hebben een barbecue. Ja, mensen, dit moet ik jullie even laten zien. Dit is dus in de tuin van Sam en Mike. Die hebben dus, ja, ze noemen het een huis, maar het is gewoon echt een giga geval gekocht. En dit is dus hun tuin. Maar ze hebben sinds vandaag pas elektriciteit. En zij wonen dus zo. Ja, dat is toch fantastisch. Dit is toch ook een beetje vanlife. Vanlife in de achtertuin. Dus ze hebben dus een camper, die staat in de opslag. Maar die past dus daar niet door de deur. Dus ze hebben zo'n klein soort eerbare vouwcaravanneke gekocht. Weet je hoe dat heet? Hoe heet dat? Dat is Vanlife 2.0. Vanlife 2.0. En als ik dat heel even laat zien, het is briljant. Kijk, dit is dus, zo wonen ze dus hun binnenkant. En dit is hun bed. Ze hebben een keuken, want ze doen eigenlijk alleen maar water koken voor de cup of tea. En zo wonen ze. Het is zo gaaf. En kijk, ik had nog wat dingetjes in de kast. Dus dat heb ik. You are a bad, bad person. Although, I like my outfit. So it's really, really nice. So this is my English daughter, hello. People. Say hi, Sam. Bon dia. Bon dia. And this is their house. Dit is hun huis. Hier wonen ze. En hier hebben wij de afgelopen dagen gewoon meegebivakkeerd. Dit is hun hond. Dat is Pippa. Pippa. Ja. Geweldig, toch? Pippa. Dus we zeggen eet smakelijk. En proost. 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 I went into the bathroom, turned on the light. Now I'm happy. Happy, happy, happy. 'Cause usually when I go for a shite, it's in the dark. And he's happy, happy.